Het is 14 juni 2017 en ik sta hier in het o zo mooie Zuiderpark. En waarom sta ik hier in het Zuiderpark? Nou, ik sta hier voor de sportcampus die vandaag wordt geopend door Pauline Krikke. Nou, ik ben benieuwd wat wij te zien krijgen, wat er te beleven is en wat er te doen is. In ieder geval, ik heb gehoord dat er een heleboel sportzalen zijn. Van tennis, badminton, beachvolleybal, basketbal, turnen. Kortom, genoeg sport. Ik ga niet meedoen, ik ben wel weer aanwezig. En ja, misschien dat ik eigenlijk ook wel wat ander sport mag gaan doen. Hey mensen, we gaan maar snel kijken hoe de opening is van de sportcampus in het Zuidpark. Het begint bij een collega van vandaag. Ik heb duidelijk voor onderscheid gekozen vanmiddag. Dit is Marloes Wesseling die een jaar zo 13 beachvolleybal heeft gespeeld. Veel prijzen heeft gewonnen, waarop hij uitstekend kan presenteren. Zij heeft nog wel de toekomst. Marloes. Dankjewel. Nee, we denken dit lijkt op basketbal. Ja, denk ik goed, hè? Wat goed dat jullie er zijn, jongens. Jullie mogen het stuk in jullie wijk neerleggen. Beetje puzzelen. En welke wijk is dat? Uit welke wijk komen jullie? Kapelle. Kapelle IJssel. Ja, dat moet dan daar neergelegd worden. Ja. De volgende vraag, dankjewel. Applaus voor de basketballers. Ja. Neem ik de trap op, of maak je een sprongetje? Kom maar, op het podium. Gaat het zo? Ik ga niet vragen waar ze vandaan komen, het zou best Groningen kunnen zijn. Leg het maar neer jongens, waar het moet worden neergelegd. Van harte welkom. Gaat het goed? Bij mij gaat het ook goed, dank je. Het tweede puzzelstukje is gelegd en de derde groep is onderweg. Dankjewel jongens, succes. Dat lijken beschermers. Ja. En waar komen jullie vandaan? Ja, nou, je zit uit Den Haag, maar ik had even het enige twijfel zo even hoor. Ik had net enige twijfel. Hoi jongens. Hoi. Samen met de burgemeester even zoeken waar het heen moet. Dank jullie wel. En we hebben er nog twee, als we goed hebben geteld, die met wel voorzichtig die naar voren kunnen komen. Kom maar. Je moet zelfrecht terug naar rechts. Team Brouwer Meeuwsen, bronzen medaillewinnaars in de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Zeker weten. Brouwer en Meeuwsen. Goed? Dat is goed. Ja, dat is het verleden wat zij hebben. Ja, kijk, uit ervaring weet ik dus dat je nu niet naast deze mannen moet gaan staan. Nee. Dus ik laat het de eer aan jullie. Ja, ga je gang. Ik kom namelijk altijd heel klein, zelfs met hakken aan. Hé hey, mannen, goed dat jullie er zijn. Word ik er toch naast gezet, hè? Nou, dan ga ik er tussenin staan. Dus, ja. Ja. Fijn dat jullie er zijn vandaag. Ik weet dat jullie een druk programma hebben met een belangrijke week. Ook deze week gewoon een toernooi hier in en naast de nieuwe sportcampus. Hoe is dat? Ja, geweldig. We zijn nu net begonnen met trainen twee weken en we zitten echt te wachten tot we hier kunnen spelen. Het stadion gezien, zelfs het binnenveld gezien en ik ben blij dat we morgen van start kunnen. Hier op dit moment. Kijk, en belangrijk is dat sport hiermee enorm gestimuleerd gaat worden. Ik ben ontzettend blij dat dit gebouw eigenlijk inderdaad zit op een plek waar ik vanaf 1925 sport heel nadrukkelijk een plek had gekregen. ADO in dat geval. Ik weet het ook precies. Ja, ik was er ook bij.
En nou ja, goed, we zijn natuurlijk ermee aan de slag gegaan, maar het mooie is dat we geprobeerd hebben om sport te versterken, om het sportklimaat hier te versterken. En kijk, dit is natuurlijk niet zomaar gekomen. De burgemeester zei al net buiten, we hadden het WK hockey, we hebben het WK beachvolleybal gehad, we hadden de pitstop voor de Ocean Race. Nou, dat soort dingen hebben ervoor gezorgd dat je zulke geweldige voorzieningen kunt maken. Niet om het leeg te laten, dus dat betekent gewoon. Want het is uniek, hè? MBO, HBO erbij en de verenigingen. En we gaan hier fantastische topsportevenementen organiseren. Dus vanaf hier koersen we voorts om ervoor te zorgen dat we Nederland, dat we Den Haag laten zien dat sport onze stad sterker maakt. Goed, daar mag je over kloppen, hoor. Gordijnenwand met beeldschermen waarop dadelijk sporters in actie gaan komen. En die gaan alleen in actie komen als jullie lawaai gaan maken. Dus we hebben applaus nodig, jullie mogen springen, jullie mogen alles doen, maar we hebben wat actie nodig hier op dit plein. De overhandiging van de sleutel en daarna de officiële opening. Van Brouwer en Meeuwse naar Krikke, dat is ongeveer de volgorde. En dames en heren. Ja, er mag een beetje geklapt worden, een beetje lawaai inderdaad. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Alle lichte branden. De officiële opening is bij deze opdracht van hier. Dit was de opening van de Sportcampus in het Zuiderpark. En ja, zoals je hebt gezien, veel zalen zijn er. Pauline Krikke heeft hem geopend met de officiële sleutel. En ja, er gaat veel sport gebeuren, veel beweging hier in het Zuiderpark. En ja, jammer genoeg is natuurlijk het stadion weg en is dit ervoor teruggekomen. En ja, de architect zei van dat dit mooier is dan het stadion. Nou, daar zijn de meningen denk ik wel over verdeeld. Maar ja, kortom, de mensen kunnen lekker sporten hier. Als ze willen sporten met een sportvereniging. En ja, misschien dat ik ook eens een keer ga sporten. Zou geen slecht idee zijn. Hé mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik wel. En tot de volgende keer. Tot een nieuwe aflevering van BTF TV.